Bond bij het Psychiatrisch Centrum Suriname is niet akkoord gegaan met het voorstel van de directie om de achterstallige toelagen in 7 termijnen uit te betalen. Daarom gaat de bond maandag in actie. Het gaat om een TWK van de reinigings-, vervoers- en ziekenhuistoelagen en kledinggeld uit 2020. Dat komt neer op een bedrag van 3000 SAD per persoon. Verder eist de bond ook uitbetaling van het prestatieloon van 2021. Dit wordt elk jaar in februari betaald. Raj Jatnanan Singh, algemeen directeur van PCS, zegt dat de instelling geen geld heeft om alles in één keer uit te betalen. Maar goed, uiteindelijk krijgen wij dus wel toestemming van de minister om de verhoogde toelagen maar uit te betalen. Maar alleen moeten we dat doen uit onze eigen middelen, die wij dus niet hebben, om dat zo 1, 2, 3 te gaan uitbetalen. En daar is de kink in de kamer met de bond. Want die wilden het in 7 termijnen uitbetalen en dat vonden ze dus te veel. Dus vandaar die staking in te gaan. En ik ben nu bezig met finance en met de minister van Volksgezondheid om te kijken als we de prestatietoelagen kunnen laten uitbetalen. En dat dan misschien morgen volgen en dan wordt voorlopig de staking opgegeven. Als het is gestort, dan is het. Jatnanan Singh zegt dat hij vanmorgen wederom een beroep heeft gedaan op minister Umar Ramadien van Volksgezondheid om het daartoe te leiden dat de prestatietoelagen worden uitbetaald. En ik belde hem te informeren en ik heb hem dus een stand van zaken doorgegeven en ook een zwaar beroep op hem gedaan om bij collega Financiën ook zwaar aan de bel te trekken dat tenminste voor de prestatietoelage, als dat dus wel uitgekeerd kan worden morgen, zodat we de zaken kunnen opheffen. Voor de actie van de bond van PCS hebben de keuken en de beveiliging dispensatie. De andere diensten draaien minimaal. De directeur is blij dat geen enkele dienst helemaal gesloten wordt.